Na de wedstrijd volde Stevo, stak je met Stevo-trainer Tino Stoop. Ja, Tino, begon ze volde zo goed of begon Stevo zo zwak vandaag? Ik denk dat Stevo-volde heel goed begon. We liepen eigenlijk al na 2 minuten achter de feiten aan. De eerste beste aanval die lag er meteen al in. Nou, en Stevo-volde heeft eigenlijk optimaal gebruik gemaakt van de manier waarop wij speelden. Ik kan ook zeggen van Stevo-volde heeft optimaal gebruik gemaakt van hun eigen kwaliteiten. En daar hadden wij onvoldoende antwoord op. Dan ga je met 0-2 de rust in, misschien maar 0-2. Kom je dan met een ander strijdplan de tweede helft? Ga je dan de andere strijdplan de tweede helft beginnen? Nou, ik moet zeggen, kijk, we hebben geluk gehad voor de rust. Het had voor de rust ook gewoon 3 of 4-0 kunnen zijn. Dus dan hebben we het idee dat we nog ietsjes konden rechtzetten. Ik heb er in de rust wel iets over gezegd. Nou, dat is een understatement dat ik daar iets over gezegd heb. Dus die jongens hebben het wel geprobeerd, maar het liep voor geen kant. Kijk, als op dit niveau moet je in staat zijn, moet ik in staat zijn als speler om de bal, nou, laten we zeggen, over 8 en 10 meter naar dezelfde kleur te spelen. En liefst een keer of 3 achter elkaar. En dat is ons vandaag niet gelukt. En op het moment dat we de bal kwijtraakten, dan deed Stevo-volde heel goed waar wij problemen mee hadden. Namelijk, ze vlogen alle kanten op. Er was heel veel beweging zonder bal. En daardoor werden ze elke keer gevaarlijk en dat hadden wij verdedigend niet op orde. Ook niet na de wissel die we na een half uur toepasten. Dat zijn we het anders gaan spelen. Maar we kregen er geen grip op. En dat is een compliment voor Stevo-volde, maar aan de andere kant weet ik ook dat we veel en veel beter kunnen. We hebben dat vorige week tegen Presikhaven laten zien. We hebben dat de week ervoor tegen AWC laten zien. Dus ik maak me niet zo heel erg ongerust. Kijk, het kost ons 3 punten. En of het nou 8-1 is of 7-1 of 5-1, dat zal me eigenlijk worst zijn. Het feit is wel dat we bepaalde dingen vandaag niet goed hebben gedaan. Nou ja, helder verhaal. Wat me opviel is dat ze ook de tweede ballen eigenlijk continu voor ze volden waren. Gewoon scherper, meer beleving. Ja, dat vind ik dan wel moeilijk om dat te vertalen, meer beleving. Maar het feit is wel dat we elke keer op het moment dat we een duel moesten spelen, dat we een stapje te laat kwamen. En dat heeft te maken met de manier waarop je ten opzichte van elkaar staat. We stonden veel te ver uit elkaar. Er was heel weinig samenwerking tussen de linies. Nou, we hebben vrij technische voetballers, maar die werden volledig ondergesneeuwd door het geweld van Stevo-volde. En dat is een goede leer voor de volgende keer. En dan gaan we dinsdag maar eens eventjes rustig met elkaar voor zitten. Want kijk, ik vind vandaag dat Stevo-volde dik en dik verdiend gewonnen heeft. Maar kijk, als wij in de eerste klas mee willen spelen voor handhaving, wat onze doelstelling is, dan moeten we uit een ander vaatje tappen. En ik vind dat we dat zeker kunnen. Maar dat betekent wel, kijk, we hebben vandaag een voorbeeld kunnen nemen aan Stevo-volde. Die hebben keihard gewerkt en het was heel effectief. En wij hebben ook op onze manier vandaag hard gewerkt. Maar als ik kijk naar de manier waarop we hebben geprobeerd op te bouwen en te verdedigen en omschakelen. Ja, dan was dat vandaag dik onvoldoende. Oké, nou ja, helder verhaal. Ik wens je toch succes voor de rest van de competitie en bedankt voor dit gesprek. Oké, graag gedaan.